lekker weer erbij. Mooie lucht, hè? Ik dacht vanmorgen nog even van dat dat wordt niks met het weer. Ja, als fietser is hier ook niet prettig fietsen, als er hier zoveel auto's komen. Dat groepje staat, daar kunnen jullie samen. Met hoeveel personen gaan we erin, want we zijn er maar weer. Ja. En dan gewoon de koppeling helemaal los als je rijdt. Ja, daar staat het. Daar staat het. Ja, en wat we ervan gehoord hebben is dat het terreinresponssysteem. Maar het is wel dat ze zijn automatisch heel makkelijk zitten. Ja, dat vind jij heel hond. Precies. Met in mijn eigen auto ook. Het is best wel handig. Als je gewoon hard genoeg op de rem trapt en je staat stil, in mijn automaat kan je gewoon de rem loslaten. Blijft hij staan. Mijn vrouw heeft ook een automaat, die is dat niet. Dus ik kwam voor een rotonde aanrijden. Ja, het is een elektronisch gaspedaal zoals je merkt. Ja. Maar dat gaat goed. Hè? Ja, wel. Goed. Ik ging van één persoon naar voren. Ja, heb ik ook gedaan. Dankjewel. Leuk. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ze deed goed hoor. Top. Ja, stop even. We kunnen, ja, nou trouwens. Ja, zeg maar. Ja, ik heb niks te doen. Kijk door. En we kunnen daar dus ook een 360 graden beeld van maken. Dan zie je de auto in het midden en dan wordt de rest er daaromheen geprojecteerd. Uh-huh. Dit is met name handig als je denkt van nou, ik ben hier ergens langs af aan het rijden. De chauffeur, die zit centraal, die weet wat er gaat komen. Maar achterin is dat een stuk lastiger. En dan weet je niet wat er komt en dan in één keer gooit hij zijn kont op. Het is maar 30 centimeter, maar als je dat met 20, 30 km per uur doet, dan krijg je echt een sweeper. Ja. Iedereen de kans geven. Dus dan is het prima. Is als er een vrachtwagen is, die iemand in het midden van de weg, denk ik zoals, ja, kijk maar. Ja. Nou, dat
in. We proberen de auto even mooi te plaatsen. Het gaat lekker hoog, hè? Nou, misschien kun je het in Amsterdam wel zien. Ja. Ja. Er is er vandaag nog geen één afgevallen, toch? Zo. Nou, eens even kijken of de instellingen goed zijn. Je gaat de auto even op een andere instelling zetten. Rockroll, oftewel rotskruipen. Waardoor ik eigenlijk de volledige controle hou over de auto. Nou, we hebben nu nog zicht, alleen nu is het zicht weg, hè? Nee, we zien totaal niet meer waar we rijden. Nee. Kunnen we dat zien op de camera? De camera geeft goed beeld. Ik heb hier twee camera's, die zitten onder de spiegels. En deze camera heb ik aan de voorkant van de auto zitten. Waardoor die mij heel goed een visueel beeld geeft. Nou, we gaan het kantelmoment opzoeken. Dat is de hele dag al verschillend, in verband ook met de heftige wind. Oh ja. Wat hebben we nog meer? De verdeling in de auto qua gewicht. Doet u dat zelf? Doe je dat? Doe je dat zelf? Nee, ik doe dat. Oh. Ik kom. Nee, nog niet, maar... De naam door, we zijn helemaal goed. Jij bent blijft hier, ik ga met z'n tweeën. Ik ga gewoon lief zijn. Dan halen we er een auto bij. Ik geef hem gas. Omdat wij willen zelf bepalen. Ik heb nu de rem in en ik laat nu de rem los. En de auto die rent onszelf naar beneden. Oftewel HDC, Hill Descent Control. Een heel mooi systeem wat werkt via ABS. En wat ons heel mooi gecontroleerd naar beneden brengt. En dit werkt ook bij sneeuw en zo? Sorry? Merkt dit ook bij sneeuw? Zeker, zeker. Ja. Nou, ik zal de auto hier even neerzetten. Dan kunnen we eigenlijk zien wat er nou een beetje gebeurde. Leuk voor meneer, hè, die wil. Ja, maar videootje. Leuk. Kunnen we even zien wat er gebeurt, hè? Heel vaak beleef het in de auto niet zo als zij in het echt klopt. Ziet, hè? Ja. Dus dat deden wij net ook. Ja, hier heb je best ver naar voren moeten rijden, hè? En die kant op, hè? Nu moet je zoeken naar het kantelpunt. Bam! Dat ging inderdaad best heftig. Ook bij ons wel. Hè? Nou, wij hebben hier eigenlijk een heel simpel hellinkje liggen. Alleen we hebben het wat moeilijker gemaakt door er allerlei rollenbanen in te leggen. Ja. Dus wij verliezen grip. Op een rollenbaan heb je geen grip. Dus we gaan even kijken hoe deze dikke auto dat oppakt. U merkt dat het eigenlijk helemaal vanzelf gaat, hè? Ja. Ik geef bijna geen gas. Heeft dan één wiel, geef je meer draaien of... Ik heb het hier laten zien. Waar is mijn visuele plaatje? Daar, kijk. Ja. Dit zijn differentiëlen die volledig gesperd zijn. Oké. Okay. Dus ik heb, doordat die differentiëlen gesperd zijn, noemen wij 75% sper. Ja. Dus om... In dit geval alleen ons linker achterwiel had een aandrijving. Waar we wat aan hadden, laat ik het zo zeggen. De rest raakten we kwijt. Omdat we op die rollenbaan zaten. Hè? Voor sowieso al. En achter, rechts achter.
nu gaan we even op de dwarshelling rijden. Weer lekker hoog aan te rijden. Ik krijg op een gegeven moment een glijmoment. Nou, als je dat probeert te voorkomen. Als dit moment hè, van glijden te heftig is, dan heb je zo kans dat de auto om kan. Hoe ben je het tegenhouden? Nou, door wat ik nu doe, ontzettend langzaam te rijden, hè, beheersbaar. Ja. Als je dat niet beheerst doet, dan heb je kans dat je zo omkantelt. Nu is de sperm differentieel eraf. Hij is nu gedeeltelijk, ja. Ik heb nu nog een kwart sper, maar nu is hij helemaal volledig open. Ongeveer tussen de 30 en de 33 graden. Ligt er een beetje aan of wat? Eén wiel komt los. Hier zie je het goed en aan die kant zie je het goed. Nee, als je in de auto zit, dan heb je dat helemaal niet in de gaten wat er gebeurt. Nou, ik had mijn telefoon net even recht gedaan ten opzichte van de vloer en dan zie je echt hoe scheef het is. Ja, ja, inderdaad. Oké, nou hier gaan we een stukje dwars of een ongelijke liggers. Ons mooie luchtveringssysteem gaat het er helemaal weer oppakken. Die probeert de auto zo recht mogelijk te houden. Oh, die gaat niet scheef. Die blijft, We gaan echt stapvoets naar boven toe. Ja. Je ziet dat de differentiële weer volledig gesloten zijn. Ja. En ik moet dit echt stapvoets doen om ook controle te houden. Nu hangt ons linker voorwiel ongeveer zo'n stuk vrij. Daar kunnen we een klein stukje in. Ja, net niet. Kunnen we hem net niet zien? Dat weet ik niet. Misschien achterin. Ja. Ja, dat had ik van buiten gezien, dan is het achterwiel komt ook even een stukje ja, los. Ja, het achterwiel is nu los. Zeker. Hier weer het moment van kantelen opzoeken. Die gordels die werken goed.